zijn heel blij met deze tentoonstelling over katten. Neko, de kat in de Japanse kunst. En we hebben een enorme verscheidenheid in katten. Schattige katten, enge katten. En je ziet ze op prenten en schilderingen. En ik vind het ook een hele leuke tentoonstelling voor niet-kattenliefhebbers. De liefde voor de kat in Japan is heel erg groot. Er zijn talloze kattencafés in Japan. Het is het populairste huisdier in Japan. En in de tentoonstelling gaan we kijken waar die liefde nou vandaan komt door middel van de Japanse kunst. Nou, hier hebben we een foto van een Maiko, oftewel een geisha in opleiding die haar kat Koyuki vasthoudt. Het is een favoriete dier van het huis waar ze woont. En deze foto is onderdeel van een heel leuk kattenfotoproject, Neko Project. Ik heb een kattenblouse aan, dat is de kat die erop afgebeeld is, de Maneki Neko. En dat is de wenkende kat. En die ken je vast wel van allerlei Chinese restaurants. Dan zie je hem heel groot voor de deur met dat pootje uit en die zegt, kom binnen, kom binnen. Dus dat is vooral om je welkom te heten. En het is helemaal niet Chinees, het is oorspronkelijk Japans. Ik denk dat veel Nederlanders Japan en de Japanners misschien een beetje gek vinden soms. Zie je dat ook terug in de tentoonstelling? Nee, ik heb juist het idee dat we inderdaad hebben vaak die neiging om Japanners neer te zetten alsof ze een beetje apart zijn en gek. Maar deze tentoonstelling laat juist zien dat dat helemaal niet het geval is. En dat juist er veel overeenkomsten zijn tussen Nederland en Japan en wat betreft de liefde voor de kat.